Ha, lieve mensen, daar ben ik weer. En volgens mij is het alweer de 5e online koorles. Ik hoop dat jullie er echt veel plezier in hebben en dat jullie er mee vermaken. Ik doe in ieder geval erg mijn best om het een beetje leuk te maken. Maar ja, de interactie die we normaal gesproken tijdens de repetitie hebben, hè, dat we grapjes maken met elkaar, die missen we natuurlijk een beetje. Bovendien is het natuurlijk, missen we ook gewoon elkaar, dat we elkaar zien. Maar ondanks dat is het gewoon heerlijk om toch te blijven zingen. Zodat we straks niet allemaal krakende stemmen hebben op het moment dat we weer wel samen kunnen gaan zingen. Tot die tijd blijf ik gewoon hiermee doorgaan. Op vele verzoek gaan we vandaag het Halleluja van Leonard Cohen zingen. Dus we gaan door met Halleluja, maar dan een andere versie. Jullie hebben daar de muziek van gekregen in jullie e-mail. Misschien heb je er ook al naar gekeken, dat zou super tof zijn. In ieder geval ga ik vandaag met jullie eraan werken om dat in te studeren, het eerste begin daarvan. En daar kunnen we ook weer een paar weken mee vooruit volgens mij. Wat ik ook ga doen vandaag is een begin maken aan een nieuwe kanon. En we gaan natuurlijk lekker het Shalom Kavarim nog een keertje zingen, aangezien die zo lekker zingt en ook lekker swingt, zodat je een beetje mee kunt bewegen. Maar voor nu beginnen we eerst met opwarmen. Dus zorg dat je gaat staan. En dan beginnen we eerst met de rek- en strekoefeningen. Veel plezier! We beginnen met het uitrekken. Arm omhoog. Ga op je tenen staan. En buig opzij als een boom die in de wind waait. De ene kant op. En de andere kant op. En de ene kant op. En de andere kant op. Zo, nog een keer zo lang mogelijk. Zorg dat je mooi op je tenen staat. En los. Even schudden. Draai de schouders naar voren. En draai ze naar achteren. Ook een keer tegelijk naar voren. En een keer tegelijk naar achteren. Zo. Schud de armen los. En dan drijven met de heupen. Alsof je aan het hoepelen bent. Zo groot mogelijke rondjes. En de andere kant op. En dan zorg je dat je weer stevig op twee benen staat. De knieën van het slot, dat je een beetje zo kunt bouncen. En het bovenlijf daar mooi bovenop. Het hoofd niet te veel omhoog, maar ook zeker niet zo. Zorg dat je goed kunt ademen. En doe een keertje je schouders op. En laat ze vallen. Oké, dan gaan we eerst beginnen vandaag met een ademhalingsoefening. Deze ademhalingsoefening is een oefening die je voor jezelf heel vaak zou kunnen herhalen. En die er dan vervolgens voor kan zorgen dat je je longcapaciteit kunt uitbreiden. Ik zal zo uitleggen hoe je dat doet. We beginnen eerst met 5 tellen inademen. En merk op dat 5 tellen inademen best wel langzaam is. Zorg ervoor dat die lucht niet hier naartoe gaat, maar echt mooi laag. En zodat je het ook kunt voelen hier. En dat je ook kunt voelen dat de lucht helemaal naar achter in je rug gaat. Hè? Want je longen zitten niet alleen aan de voorkant, die zitten gewoon tussen je hele ribbenkorf in. 5 tellen inademen, dan houden we 5 tellen de adem vast en blazen we 5 tellen uit. En we blazen krachtig uit, dus we proberen ervoor te zorgen dat 5 tellen lang de F waarop we uitblazen constant is. Dus niet alsof je een band bent die leegloopt, maar echt. Ja, en dit is nou zo'n typische oefening. Die dus echt niet coronaproof is als je in een grote groep mensen staat. Want er zou best wel wat speeksel uit kunnen komen als je deze oefening doet. Oké, dus 5 tellen krachtig uitademen. En dan 5 tellen vasthouden. Vervolgens begint de oefening weer opnieuw en ademen we weer 5 tellen in. Houden we 5 tellen vast en blazen we 10 tellen uit. 5 tellen vasthouden en weer inademen.
Nou, we doen deze eerst. We doen hem eerst 5 tellen en 10 tellen. Dus het blijft altijd 5 tellen inademen. Ik zal mee tellen met jullie. Oké, we ademen in. 2, 3, 4, 5. Hou vast. 2, 3, 4, 5. Krachtig op. F uit. 2, 3, 4, 5. En hou vast. 2, 3, 4, 5. En laat nu los. Oké, je voelt dan dat je echt goed leeg bent als het goed is. Als je tenminste goed krachtig hebt uitgeademd of de F. Dus echt let erop dat de F constant is. Dat hij de hele tijd hetzelfde volume heeft. Dus begin niet te hard, maar begin ook niet, vooral niet te zacht. Want het is wel de bedoeling dat je lucht op is na 5 tellen. Oké, je hebt gemerkt, die 5 tellen zijn dus niet heel erg langzaam. Hè? Geen secondes bijvoorbeeld. Nou, we doen het nog een keertje. Dus 5 tellen in, 5 tellen vasthouden, 5 tellen uit en 5 tellen vasthouden en dan ontspannen. Ik doe met jullie mee. Dus ik doe met mijn vingers de tellen en ik zal de oefening samen doen. 3, 4. Oké, nu doen we dezelfde oefening, maar nu gaan we 10 tellen uitblazen. Dus wordt het een langere uitademing en moet je de adem meer gaan verdelen. Laten we hem proberen. We ademen samen in. En ik doe weer met de hand, tel ik mee. 3, 4. Oké, ik hoop dat het gelukt is. Wil je dit nou oefenen en ben je er echt in geïnteresseerd om ook je longcapaciteit uit te breiden, wat waarschijnlijk ook niet erg slecht is op dit moment, aangezien corona behoorlijk aanval kan plegen op je longen als je het krijgt, denk ik dat het goed is om deze oefening sowieso te doen. Je kunt het nog uitbreiden. En als ik zelf deze oefening doe, dan bouw ik hem zo op. 5 tellen uit, 10 tellen uit, 15 tellen uit, 20 tellen uit en 25 tellen uit. En vervolgens weer terug. 20, 15, 10, 5 en dan afgelopen. De inademing, het vasthouden van de adem, is altijd alleen maar 5 tellen. En let erop dat het dus niet 5 seconden is, maar 5 tellen. Want seconden zijn erg langzaam. Dus je mag zelf een tempo kiezen waarin je fijn vindt om te tellen. Oké? Nou, dan gaan we nu verder met de inzingoefeningen. Ik ga achter de piano zitten, jullie mogen blijven staan. We beginnen met een beetje de lipopwarmingen. En we doen dat over de kwint naar beneden. Ga je gang. Verder op zonder mij. Verder op z. En dan doen we hem verder op v. En let er bij deze op dat je goed eerste hoogste toon hoort, hè? Jullie. Oké, we doen hem na eentje naar beneden. Op de V. En op Z. Tot slot nog één keer. Oké, goed gedaan.
Dan gaan we nu weer de snelle hop, hop, hiep, hiep. Hop, hop, hiep, hiep. Ik zing hem nog een keer voor jullie. Hop, 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 hop. Hiep, 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 hiep. Oké, ga je gang. Goed gedaan. We gaan eerst naar beneden. Ik zing hem voor. Hiep, 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 hop, 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 jullie. Oefening die we vorige keer hebben gedaan. En we beginnen hier. Jullie zonder mij. En nou deze. Voor jullie voorbereid.
Ik zet hem weer hier in het scherm. En dit is best wel een ingewikkelde canon. We gaan hem stukje voor stukje oefenen. Het is het lied Under the Stone van Henri Purcell. En dit lied gaat over Gabriel John, die dood is gegaan in het jaar 1001. Het is eigenlijk gewoon een gek apart mopje. Het is een mooie melodie. Hij gaat als volgt. Under this stone lies Gabriel John. Jullie de eerste zin van dit lied leren. Under this stone lies Gabriel John, who died in the year 1001. Dus we beginnen zo. Under this stone. Jullie? Gaat ik verder? Lies Gabriel John, lies Gabriel John. Jullie? Een keer under the stone, lies Gabriel John. Achter elkaar. Under the stone, lies Gabriel John. Jullie? Achter elkaar. Who died in the year 1001. Ik zing met jullie mee. Who died in the year 1001. Nog een keertje. Nog één keer om hem niet af te leren. Achter elkaar. Ik zing de eerste keer met jullie mee. Vanaf het begin. Under the stone lies Gabriel John. Ja. Gaat hij goed? Nou mogen jullie hem zingen. Ik tel drie vooraf. 1, 2, 3. En die laatste toon duurt dus 3 tellen. Dan zing ik hem nog 1 keer samen. 1, 2, 3. Honor is dat
dat was voor nu deze kanon aan de Distone. Volgende week doen we hem verder. En dan nu pakken we nog even de Shalom Havarim erbij. Van Leonard Cohen. Gaan we eerst eventjes zorgen dat we de tekst goed uit kunnen spreken. De tekst is als volgt. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Zeggen jullie maar. Nou, dan komt vervolgens, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth. Jullie? The minor fall, the major lift, jullie? The baffled king composing hallelujah. En dan zingen we hallelujah, hallelujah. Dat is voor vandaag. Ik maak weer een onderverdeling in de stemrepetities. Beginnen met de sopranen, dan alten, tenoren en bassen. Jullie vinden de tijden daarvoor hieronder. En dan doen we tot slot nog een keer een toetie. Veel plezier met meezingen. En dan zie ik je zo bij je eigen stemrepetitie. Sopranen, om met jullie te beginnen. Jullie zingen de melodie, zoals jullie waarschijnlijk kennen. Misschien zitten er een paar kleine, ritmisch andere dingen in dan hoe je ze in je hoofd hebt. Dus let daar vooral op. De rest denk ik dat jullie waarschijnlijk grotendeels wel kennen. Hij begint zo. 1, 2. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Jullie? I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Verder. But you don't really care for music, do you? Jullie? Dus daar zitten een paar ritmische andere dingen dan hoe je ze waarschijnlijk kent. Ik doe deze twee zinnen achter elkaar. Jullie zingen. Oké, dan
gaan we verder. It goes like this, the fourth, the fifth. Jullie? En dan zo. The minor fall, the major lift. Jullie? En dan zo verder. The buff of king, composing hallelujah. Jullie? Oké. Doen we vanaf It Goes Like This, the fourth, the fifth, samen. En daarna mogen jullie hem nog een keer alleen zingen. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the buffle king, composing hallelujah. Jullie? Gaat hij zo verder. Halleluja, halleluja. Jullie? Halleluja. En deze is anders. Als we dit straks met het hele koor zingen, dan mag je zeker stiekem ademen. Maar trap niet in de fout om ergens halverwege dat halleluja nu echt een grote ademteug te halen. Want vooral als we dat allemaal samen doen, is het heel raar. Het is natuurlijk één woord, dus je wil daar geen onderbreking in hebben door een ademhaling. Dus dat is ook de reden waarom we waarom we bij de opwarming een ademhalingsoefening hebben gedaan om de longcapaciteit uit te breiden, zodat je makkelijker een lange noot kunt zingen. En een lange zin natuurlijk. Oké, voor jullie nog eventjes vanaf halleluja, halleluja. Dus onderaan de eerste bladzijde, dat is maat 17 op maat voor maat 18. Komt ie. 1, 2, 1. Laten we hem eens een keertje helemaal achter elkaar zingen met de begeleiding. Hebben jullie lekker meegezongen, sopranen? Dan ga ik nu verder met de alten. Jullie hebben eigenlijk een redelijk eenvoudig lijntje. Er zijn, als ik zo snel kijk, maar vier tonen die jullie zingen. Dus dat is niet zo moeilijk.
Wat het moeilijke aan jullie lijntje is eigenlijk het ritme. Omdat het ritme net iets anders is dan hoe je het kent. Dus let daar goed op bij het instuderen. Hij gaat zo. 1, 2. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Jullie. Lukt dat toch? Dan gaat hij verder. But you don't really care for music, do you? Do you? Dus verder. But you don't really care for music, do you? Do you? Jullie, let eens op het ritme hier, hè. 1, 2... Oké, we doen hem nog één keer om hem niet af te leren. But 1, 2. Dan zingen de sopranen. It goes like this. The fourth, the fifth. Dus jullie. It goes like this. The minor fall. The major lift. The minor fall. The major lift. Deze pakken we nog een keertje. Dus je hebt the minor fall. The major lift. We doen it goes like this. The fourth, the fifth. En dan the minor fall, the major lift. Ja? Dus dit zingen de sopranen. It goes like this. The minor fall. Dat was die van jullie. En dan gaat hij zo verder. 1, 2. The baffled king composing alleluia. Ik zing hem nog een keer voor. Probeer alvast een beetje mee te zingen. The baffled king composing alleluia. Nu jullie. 1, 2. Ik zing met jullie mee. Komt-ie. 1, 2. The baffled king composing alleluia. Nou, doen we deze bladzijde nog een keer helemaal van bovenaf aan. En ik help jullie met mijn mond, maar jullie mogen zelf zingen. En luister goed naar de piano, zodat je de ritmes goed doet. 1, 2. Like this, the minor fall. En dan gaat hij verder. Ik hoop dat hij goed ging, dames. Halleluja, halleluja. Rust. Halleluja. En voor deze halleluja moet je zorgen dat je echt een diepe adem maakt. Zodat je genoeg lucht hebt en het hele woord goed uit kunt zingen op die lange noten. Want het zijn ook lage noten, hè? Dus die kosten veel lucht. Oké. Die gaat dus tot slot, die lange halleluja gaat zo. Halleluja. Die ja duurt 5 tellen. We doen nog een keertje vanaf halleluja het begin daarvan. Dus op maat van maat 18. 1, 2, 1. Ah.
adem. Goed. Dames, zingen jullie met de begeleiding mee? 1, 2, oh je. Goed, dan ga ik nu verder naar de tenoren. Tenoren, Barry Carson Turner, of Barry Carson Turner, ik weet niet hoe je zijn naam uitspreekt, heeft voor jullie een heel leuk partijtje bedacht. En die gaat zo. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Jullie. Mag je ademen. Oké, dus hij gaat zo. But you don't really care for music, do you? Do you? Jullie. Dus twee zinnen achter elkaar. Sopranen. It goes like this. En jullie zingen. The fourth, the fifth. Jullie? De sopranen doen dus voor. It goes like this. En dan zingen de sopranen deze. The minor four, the major lift. Zingen jullie dan? Dus ik zing de minor four en jullie zingen de major lift. The minor four. Gaat hij zo verder? The baffled king composing hallelujah. En jullie zingen daar heel mooi de hoogste noot in het akkoord. Oké? Dus hij gaat nog een keer zo. Luister goed. The baffled king. Weet je wat? We doen hem in tweeën. The baffled king composing. Jullie? The Baffled King composing hallelujah. Ik zing met jullie mee. The Baffled King composing hallelujah. En dus nu vanaf it goes like this, the fourth, the fifth voor jullie, hè? Dus hij gaat zo voor de sopranen en jullie zetten deze toon in. Ik zing de sopranen, oké? It goes like this. Minor four.
Hoe ging die tenor, hè? We doen hem nog één keer, oké? Zelfde dingetje. It goes like this. Verder zo. Alleluia, alleluia. Ja, en dan heb je steeds halleluja, halleluja. Dus bij elke komma heb je mogelijkheid om te ademen. Niet daartussenin, alsjeblieft. Dus hij gaat zo. Halleluia, halleluia, halleluia. Jullie. Zo verder. Een rust. En dan. Halleluja. En vanaf daar komen jullie in de melodie uit. Hoor je dat? Oké. Okay. We doen nog een keertje de halleluja achter elkaar helemaal. Vanaf de opmaat formaat 18. Dus helemaal onderaan de bladzijde 1. 1, 2, 1. Ja, dat is hem. Oké, we zingen hem een keertje samen vanaf het begin. Ik speel hem nog een keertje helemaal voor jullie, zodat jullie mee kunnen zingen met de piano. Dus dit is jullie begintoon. 2, 1, 2. Zing hem een keer mee als ik jullie begeleid op de piano. Een bekend lied voor jullie. En jullie mogen een mooi baslijntje zingen. Er zitten wel wat leuke dingetjes in. Daar kun je wel van genieten volgens mij. Je hoort dit. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Oké, nu speel ik jullie partij en zing hem met jullie mee, oké? I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Yiddy. Goed zo, nog een keer.
Leuk is die, hè? Oké, jullie. En let goed op het ritme, hè, hier. Want je kent het lied waarschijnlijk goed. Maar sommige dingen zijn in het ritme een beetje anders dan wat je zou denken hoe ze zijn. Dus let daar goed op. Nog een keertje. Komt-ie. 1, 2. En die duurt 2 tellen. Oké. En dan zingen de sopranen. It goes like this. En dan doen jullie... The fourth, the fifth. Jullie? Oké, en dan zingen de sopranen. The minor fall. En jullie? The major lift. Het is de sopranen. The minor fall. Nog een keer van It Goes Like This. The fourth, the fifth. Ja? Ik zing de sopranen en jullie zingen je eigen partij. It goes like this. Dan gaat hij zo verder. The baffled king composing alleluia. Voor jullie. The baffled king composing alleluia. Jullie. Goed gedaan. Dus we doen eventjes vanaf It Goes Like This, the fourth, the fifth. Ja? Ik zing met de sopranen. En dit is jullie toon. It goes like this. The baffled king. En dan gaat hij zo verder. Halleluja. Bij elke komma hier, dus halleluja, halleluja staat er, hè? Dan mag je ademen als het nodig is. Maar niet midden in een woord, alsjeblieft. Dan gaat hij zo verder. Halleluja, halleluja. En dat is een hele lange. Dus je moet echt zorgen dat je een hele grote adem haalt voor die halleluja. Zodat je hem helemaal in één adem kunt. En als je hem niet helemaal in één adem kunt, dan koristisch ademen. Hè? Behalve dat je dat nu natuurlijk thuis niet kunt doen. Maar weet dat je sneaky eventjes ademt, oké? Vanaf het begin van de halleluja. Maat 17. Deze. Dus jullie zingen. 1, 2, 1. Vooral die laatste, ik zing hem nog een keer voor. Halleluja. Zingen jullie hem nog een keer na? Oké, achter elkaar. Halleluja, halleluja, vanaf op maat van het 18. Komt-ie. 1, 2, 1. Goed zo. We doen hem nog een keer helemaal vanaf het begin. En ik speel jullie nootjes mee. En ik zing dat stukje van de sopraan tussendoor, oké? Okay?
Oké. Ik neem aan dat hij zo wel gaat, heren. En als het niet zo is, pak je hem nog even een klein stukje terug. Dan ga je nu, kun je hem nu een keertje nog oefenen met de begeleiding. Bedankt allemaal voor jullie aandacht en voor het meezingen met mij. Mocht je het leuk vinden, dan ben je van harte welkom om jezelf te filmen als je dit zingt en het aan me op te sturen. Ik hoop dat jullie veel plezier hadden met deze les. Mochten er dingen zijn die je wil vragen aan me, je weet me te vinden, je hebt mijn e-mailadres. Je kunt me ook een berichtje sturen via Facebook of Instagram. In ieder geval, ik had er veel plezier in en ik zie jullie heel graag volgende week weer. Tot dan! Dag!